Welkom bij de Landbouwbeurs Noord-Centraal Nederland. Hierbij een toelichting op de beursnotering van MLO betreffende week 1. Aardappelen met friet geschikt van 2 tot 3 in categorie 1, bestemd voor de frietfabrieken in Nederland, Duitsland of België. In categorie 2 ook friet geschikt aardappelen niet vallend onder categorie 1 van 3,5 tot 5. Gemiddelde beursnotering voor friet geschikt aardappels 3,5. Export van 3,5 tot 5, bij allebei stemming flauw. Uien, een klein plusje erbij, dat hangt van omstandigheden op, niet dat de markt zo al in beweging is, van 5,5, 7, 30% grof en 6, 7, met de 60% grof, met de opmerking toch erbij dat vooral wat grovere partijen meer in vraag zijn. Dan rood. Ook rood is een plusje bij van 9 tot 11,5. Het is de commissie bekend dat er één transactie van 12 was, maar die is niet meegenomen. Vanaf één transactie kan je niet een hele beursnotering zetten, maar het zit dus een plus naar de bovenkant. Bio-uien, onveranderd hetzelfde, met nog steeds bij de opmerking de categorie notering laag. Dat zijn uien die toch wat kiemlustig zijn. Voor de rest markeert er niets aan die uien, maar die kunnen niet tot maart blijven zitten. Dan de peen. De peen is de B-peen onveranderd hetzelfde. Is ook betrekkelijk weinig vraag naar. De schalenpeen daarentegen zit in de lift en is van 14 tot 16 genoteerd. Dan de biopeen, onveranderd hetzelfde van vorige week, stemming prijshoudend. Tarwe was vroeger de tarwemarkt een stabiele markt. Hij is ruimschoots de uienmarkt gepasseerd, want hij jojoot heen en weer en zat van de week weer lekker in de plus van 177 tot 183. En de hoogst bekende transactie in het Oldambt schrikt niet, maar 178. Maar ik heb me laten vertellen dat de helft van de boeren in het Oldambt met vakantie is en de andere helft is aan het jagen. Ja, dan is er weinig ruimte voor handel en zeker met Borrelhof moet je nooit in handel doen. Dan een stro, onveranderd hetzelfde, dat loopt ook lekker door. De stroommarkt gaf de commissie ook aan en de kleine pakjes van 85. En de grote balen van 80 tot 85. De rest, ons u namens het bestuur een voorspoedig 2015 te wensen. Voor meer info, u ziet de website. En dinsdag 13 januari, themedag Arjen en de Meerpaal in Dronten. Zie www.landbouwbeurs.com. Onder actueel staat het hele programma weergegeven. Dat wordt weer een. Zoals de agenda eruit ziet, een zeer interessante dag. Tot de volgende week.